Hallo, Fritsie Pitsies. U kijkt naar Winteruur, het enige programma in heel Europa waarin de presentator de kijkers aanspreekt met de woorden Hallo, Fritsie Pitsies. Maar ter zake nu. Boris en ik hebben vandaag als gast de actrice Marie Vink. Hallo. Welkom, Marie. Dankjewel. Ik ga niet opsommen in welke films en tv-series of theatervoorstellingen je al allemaal hebt gespeeld. Boris is al weg. Jawel. Ja. Je moet van u niet weten. Er is eigenlijk iets belangrijkers gebeurd in je leven. Je bent mama geworden. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Onlangs. 3, 4? Bijna 6 maanden geleden. Ah, 6 maanden geleden. Ja, ja, van? Een... Gloria, een meisje. Ja, een echt babytje. Ja. Ja. Kaal. Heel schattig. Kaal nog? Ja, nog lang kaal, nog geen haar op? Nee, zo een beetje dansen. Maar... Spijtig. Ja, ja, een beetje spijtig. Ah, ja. En je hebt een tekst bij. Wil je die voorlezen? Een tekst bij. Ga ik doen. Wij hebben geen reden tot argwaan jegens onze wereld, want zij is niet tegen ons. Heeft zij verschrikkingen, dan zijn het onze verschrikkingen. Heeft zij afgronden, dan behoren die afgronden aan ons toe. Zijn er gevaren, dan moeten wij proberen ze lief te hebben. En als wij ons leven maar inrichten volgens die stelregel die ons aanraadt altijd voor de moeilijke weg te kiezen, dan zal datgene wat ons nu nog allervreemdst toeschijnt, ons zeer vertrouwd en getrouw worden. Hoe zouden wij die oude mythe kunnen vergeten die aan de wieg van alle volkeren staan? De mythe over draken die op het allerlaatste ogenblik in een prinses veranderen. Misschien zijn alle draken uit ons leven wel prinsessen die er alleen maar op wachten ons eens mooi en moedig te zien. Misschien is al het verschrikkelijke in diepste wezen wel het hulpeloze dat ons om hulp vraagt. Het allervreemdste. Moeilijk woord. Moeilijk woord. Te veel S'en en T's naar elkaar. Dit komt uit... Er is een hoes uit een boek van Rilke, Brieven aan een jonge dichter. Dit is niet mijn boekje, maar van mijn lief, want het mijne ben ik kwijt. Ik heb dat heel lang geleden geleend aan iemand. Geen idee meer aan wie. Ah, boeken uitlenen, gevaarlijk. Heel gevaarlijk, ja. Maar dat is een boek dat ik al van, ik denk van toen ik een jaar of 15, 16 was, ontdekt heb. Via iemand, weet ik ook niet meer wie. Maar sindsdien mijn hart aan heb verloren en om de zoveel tijd terug raadpleeg. En dan lees ik raadpleeg? Daar zo, ja. Dan lees ik daar zo'n paar bladzijden uit. En het zijn brieven van Rilke aan een jongere dichter. Ja, een zekere Capus. Ja. Dat doet er eigenlijk niet zo toe. Nee, in maar een hij boek. Geeft wel een raad aan die... Ja, ja. Hij geeft raad over... schrijven, maar ook over leven. Ja. En elke keer als ik dat terug in kijk, dan vind ik daar nieuwe dingen in. Mm-hmm. En ik was eigenlijk ook van plan om een heel ander stukje te kiezen. Ik dacht, wat ga ik kiezen? En dan dacht ik aan een bepaald stuk. En door te lezen kwam ik op dit stuk. En was iets helemaal anders. Want wat wordt hier gezegd? Wat wordt hier gezegd? Ik denk in het heel kort, denk ik dat het tegelijkertijd een pleidooi voor mildheid is en voor moed. En die combinatie vind ik heel mooi en heel zinvol voor mezelf en voor iedereen, denk ik. Oké, een pleidooi voor mildheid en voor moed, zeg je. Denk ik, ja. Mildheid, het begint met, wij hebben geen reden tot argwaan jegens onze wereld. Ja. Ik lees dat en ook wat volgt eigenlijk als, moet je maar zeggen of mijn lezing klopt of overeenkomt met die van jou, als wij kunnen, en dat doen we ook vaak, de wereld en dus ook... voornamelijk de mensen rondom ons, of een deel van die mensen, als vijandig zien of ervaren. Ja. Ja, dat zegt hij eerst. En dan zegt hij, daar is geen reden toe. We moeten naar die dingen die ons dan bang maken, of die mensen, of die soorten mensen, of wat die mensen denken, we moeten daar naartoe gaan. Klopt dat? Ja, ik denk het. Zeker is waar, denk ik. Ik interpreteer het als... Die verschrikkingen dan waar hij het over heeft, dat zijn inderdaad mensen of dingen of gebeurtenissen in de wereld waar je bang van bent, maar die je u misschien ook inbeeld of die je zelf tot veel verschrikkelijker maakt dan ze zijn. Mm-hmm. En in die zin zijn die van ons. En wat ik er heel mooi aan vind, is dat hij niet zegt ontkracht die, want ze zijn van ons, maar heb die lief. En dat vind ik een heel mooi detail.
ik vaak, of ik denk veel mensen, zijn vaak bezig met je angsten te onderdrukken of te relativeren. Of wat ik daar juist zo mooi aan vind, is om die gewoon te koesteren en dat die daardoor vanzelf kleiner zouden kunnen worden. Mm-hmm. Denk ik. Dus heb die liefde, dan heb je het over de angsten. Hè? Je moet je eigen angsten liefhebben. Ja, die gevaren. Ja, ik interpreteer dat als angsten, ja. Ja. Oké. En dan zegt hij, als wij ons leven maar inrichten volgens die stelregel die ons aanraadt altijd voor de moeilijke weg te kiezen enzovoort. Ja. De moeilijke weg kiezen is dan niet die angst onderdrukken of ontkennen of ervan weggaan of rationaliseren of wat je er dan ook mee kan doen. Maar verdoven, ze aan te gaan. Maar ze aan te gaan. Ja. Ja. En niet alleen dat doen, maar dat dan altijd voor de moeilijkste weg te kiezen. Ja, dat is natuurlijk wel extreem. Dat zou ik nu niet... Of dat zou ik in mijn eigen leven nu niet kunnen toepassen. Maar als idee vind ik dat wel iets. Heb je een voorbeeld van... Doe je dat? Heb je dat vandaag of deze week gedaan? Ja. Ja, vandaag heb ik eigenlijk voor het eerst mijn dochter... Gloria. Gloria. Ja, geluisterd. Naar iemand gebracht die haar totaal niet kent. En dat vond ik toch... Zomaar iemand? Niet zomaar iemand. Iemand die ik al wel lang ken en die op haar gaat passen. Maar zij hebben eigenlijk nog niet echt de tijd gehad om elkaar te leren kennen. En dus dat is ineens een hele dag. En ik moest hier zijn en ook op andere plekken. En dat is nu zo gegaan. En dat is nu de allereerste keer dat ja, ze is al wel naar familie is... geweest en zo. Maar echt naar een officieel iemand die dan haar opvangt, vind ik toch een spannend iets. Ja. Dat is beangstigend. Ja, ik kan dat wel relativeren, maar dat blijft toch een overwinning. Ja. Ja. Is die overwinning dan gehaald nu? Of voel je op dit moment de angst ook? Een beetje, ik voel dat een beetje fysiek in mijn keel bijvoorbeeld. Iets heel raar, maar ik voel dat niet echt... Ja, die overwinning is behaald. Ah ja. Ja. Wat, misschien moet je ze morgen opnieuw wegdoen. Dan gaat die angst minder groot zijn. Dat denk ik wel. Want je zegt, hè, je moet die angst dan liefhebben, toelaten... Ja. Doe je dat dan bewust? Je voelt dat in je keel en je zegt van haha, angst. Haha, nu ga ik u toelaten en dan kan ik het misschien loslaten. Ja, ik denk het wel. Het wel werkt. Oké. Okay. Werkt het nu ook echt zo voor jou? Ja, eigenlijk wel. Oké. Okay. Ja. En dan wordt wat vreemd leek vertrouwd. Ja, dat vind ik iets heel moois. Ik kan dat niet echt verklaren of heel... duidelijk toepassen op mijn eigen leven, wat daar staat. Maar ik vind dat zoiets moois, dat iets dat een gevaar vreemd is en ver weg en dat het dan vertrouwd wordt. Dat lijkt me heerlijk, dat de dingen waar je in je leven bang voor bent, dat die dan vertrouwd worden en je eigen worden. Dat lijkt me een mooie manier om te leven, als dat lukt. Oké. Ja. En essentieel, als we onze kinderen willen opvoeden tot volwassen, gezonde mensen, is om die kinderen loslaten. Ja. En leren loslaten van in het begin. Ja. Ja. Oké, voilà. Pedagogisch conclusietje tussendoor voor de mensen die het nodig hebben. Wil je de tekst nog eens voorlezen? Nu al? Oké. Okay. Ja, nu al, ja. Oké. Okay. We hebben geen reden tot argwaan jegens onze wereld, want zij is niet tegen ons. Heeft zij verschrikkingen? Ook een moeilijk woord. Dan zijn het onze verschrikkingen. Heeft zij afgronden? Dan behoren die afgronden aan ons toe. Zijn er gevaren? Dan moeten wij proberen ze lief te hebben. En als wij ons leven maar inrichten volgens die stelregel die ons aanraadt altijd voor de moeilijke weg te kiezen, dan zal datgene wat ons nu nog allervreemdst toeschijnt, ons zeer vertrouwd en getrouw worden. Hoe zouden wij die oude mythen kunnen vergeten die aan de wieg van alle volkeren staan? De mythen over draken die op het allerlaatste ogenblik in een prinses veranderen. Misschien zijn alle draken uit ons leven wel prinsessen die er alleen maar op wachten ons eens mooi en moedig te zien. Misschien is al het verschrikkelijke in diepste wezen wel het hulpeloze dat ons om hulp vraagt. Dank u. Slaap wel. Slaap wel. Nu lukt het hem beter, hè? Tweede keer dat heb ik. Allervreemdst. En Boris? Ja. Die heeft blijkbaar geen boodschap aan deze uitleg. Ja, maar je nog.